gewoon schoon. Gewoon nieuw bril over. Ja, mooi hè? Lekker man, lekker man. Wacht. Ja, dit is gewoon... Benieuwd. Ben je wakker? Wel, ik heb niet zo'n probleem met vroeg opstaan. Eerst een bakje. Is die voor mij? Nu wel. Ja, die heb ik net gezet, joh. Nou ja, nou, dat is voor mij. We gaan vandaag de check-out handig bij de voedselbank. Dus eerst even een bakkie, dan op het gemakkie de auto starten en dan gaan we richting Utrecht. Dan in Harlem. Die gaan. Ja, als je toch vond het wel minder dan dat ze de vloer had gezien. Er staat al een scheep op de vloer. Zo, maar gaat er niet af ook. Maar gaat het snel of niet? Ja, je zit laag bij de grond. Volgens mij de 40 km per uur zo, ja, net 40 km per uur. Dit gaat een pak hard ook. Ga je dan ook hier beneden die boel? Ja, was wel minder goed ideetje van me. Dus je hebt hier een badje al rijden, of niet? Ja. Maar er zit geen rem op. Er zit alleen een gaspedaal op. Niet de handrem? Nee. Oh, ja, een handrem, dan komen de wielen van de grond. Dan ga je draaien. Dus dan moet je gewoon gas loslaten. Dat is wel een fijn ding. Check, moet ik niet vergeten. Die ga ik nu even pakken en dan kunnen we er vandoor. Schuim, hè? Geheim? Schuim wat hierop staat. Nou ja, dat wisten de mensen al natuurlijk. Mooi, hè? Mooi spulletje. Het is kaart gek. Dat is toch niet normaal? Met mijn auto gaan dan? Nee, maakt mij niet uit. Nou, dan gaan we met jou, dat is goed. Gewoon schoon. Hier is het verhuiswagen geworden, of niet? Zit hij nou gewoon te zeiken? Oh, wegrijden, neem hem terug. Dan. Ja. Doe het. Ja, wat? Ik ken het niet tegen, joh. Mensen rijden allemaal zo sloom. Ook linksrijders, die snap ik echt niet. Als jij niet snel wil rijden, begrijp ik, dan moet je naar rechts. En dit moet je er allemaal niet opzetten. Ja, wij zijn er nu, dus dan zie ik jou over 3 minuutjes, vriend. Ah, dat is mooi Dat is mooi geparkeerd weer, neef. Heb je gewoon een nieuw bril over? Ja, mooi hè? Lekker man, lekker man. Wacht, hè. Zo, dat reis door, joh. Win. Heb jij het geld bij je? Ja. Ik doe nu handig, hè. Ja, ik heb het bij, hè. Morgenhouders. We krijgen toch wel koffie, hè. Hey, we hadden een afspraak met de voedselbank, met Rian. Ja. Hey, bedankt. Ja, ik moet even naar de wc eerst, eigenlijk. Er zit een ander. Dat is als je ouder wordt, hè, dan moet je vaker naar het toilet. Kijk, ik ben Rian, ja. Hoi, Berry, hallo. Oh, nou, joh, kijk eens. Ja. Ben je wel lollen? Iedereen is meegekomen. Nou, dat is gezellig. Welkom. Zeker weten, hartstikke bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, nou ja, goed, ik denk dat wij jullie moeten bedanken. Dus doe je jas uit, dan gaan we lekker bakken erin. Ja, mooi. Ik zie hier al heel wat mooie donaties hangen. Ja, hè? Nou, ik zie toch links en rechts al wat leuke dingen hangen, maar dan staat hij zeker niet misselijk tussen. Hij gaat niet meer staan hier. Nee, zeker niet. Dus. Dan hoop ik dat ik ook wat beter ga snappen wat hier mag zitten. Wat wat doen? Wat jullie nou echt doen? Nou, ik moet zeggen, dat was in het begin natuurlijk wel eventjes toen Mike appte van crypto's en dat is dan voedselbank. Je hebt als voedselbank een naam. Jazeker. En daar ben je heel zuinig op. Ah, maar wij kennen dat als geen ander. Want wij zijn heel voorzichtig met wie wij wel en niet samenwerken. Omdat wij hebben een tradingskanaal. En tuurlijk doen we dingen met crypto. Maar wij in de basis traden wij. Maar het is niet zozeer dat we alleen maar met crypto bezig zijn. Want er zit gewoon heel veel shady rommel tussen eigenlijk. En allemaal charlatans. En iedereen heeft er verstand van. En weet ik veel wat. Maar er wordt links en rechts van alles en nog wat. En iedereen in de maling genomen. Wij zijn begonnen. Jullie zijn begonnen. 2017. Een jaar of 12, 13 bezig. Ja, ik was al een tijdje bezig. 12, 13. Ja. Ja. Ja, vanaf zijn eerste investering gezien. Ja, zeg maar. Ja, ja, ja.
Maar ik denk een mooi bruggetje. We zijn daar dus jaar in, jaar uit, dag in, dag uit zijn we daarmee bezig. En eens per jaar zetten we ons dan in voor iets of mensen of iets die het harder nodig hebben. Hoe komen jullie daar dan bij? Is dat vanuit je intrinsieke motivatie? Dat is toch nou ja, lief? We hadden 4 jaar geleden hadden we zoiets van, oké, we moeten iets voor het goede doel gaan doen. Toen hadden we zoiets van, oké, we moeten dat dus op een manier aan gaan pakken dat dat aanspreekt. En toen zei ik tegen Chris, ik zeg, we moeten 24 uur lang gaan streamen. Ja. En Chris. En eigenlijk is dat begonnen met de kerstspecial. Want we deden altijd een kerststream. Voor onze volgers wilden we dan zeggen, oké, bedankt voor het afgelopen jaar. Wij regelen allemaal leuke giveaways en cadeautjes. En dan doen we elke uur doen we wat leuks weggeven. Nou, dat hebben we toen omgedoopt naar een 24 uur stream met een goed doel eraan vast. Dus elke uur gaven wij wat weg aan onze kijkers. En dat doen we nog steeds elk jaar. Nou ja, vorig jaar is dat het Prinses Maxima Centrum geweest. Dat was indrukwekkend ook. Toen hebben we ook 40.000 euro opgehaald. Ja. En dit jaar hadden we zoiets van, ja, wat voor doel moeten we doen? Ja, we zitten economisch in wat zwaardere tijden. Mensen hebben het gewoon moeilijk, kunnen lastiger de rekeningen betalen. Ja, de voedselbank krijgt het steeds drukker. Ja, toen hadden we zoiets van, is eigenlijk geen mooier doel als dit om ons voor in te zetten dit jaar. En ik denk dat dat heel goed gelukt is. Ja. Ja, jullie reacties ook veel van de mensen die keken? En van de heel veel. Extreem. Ja. Van mensen die vroeger bij een voedselbank gelopen hebben en die dus weten hoe belangrijk het is. Van mensen die er nu middenin zitten en zeggen, ja, ik vind het heel interessant wat jullie doen, maar ik heb nu de ruimte niet om te investeren. Maar ik vind het wel heel tof om te kijken hoe jullie dat doen. Ja. Maar ja, ik heb de voedselbank ook nodig nu. Dus ja, toen hadden wij juist zoiets van, ja, dit is heel gaaf. Ja, voor de ene donatie toch, ik heb ook zo bij de voedselbank gelopen, toch? Ja, daar was een jongen die kwam in de chat en die doneerde de eerste keer iets van 5.000 of zo. Toen hadden wij zoiets van, oké, dat is wat gaat hier gebeuren? Ja. En die jongen zei, ja, ik heb het zelf ook al wat minder gehad. Ik heb nu een goed lopend bedrijf, we hebben het gewoon heel goed. En toen, oké. Ja, toen daarna doneerde hij 9.999. Die heb ik gezien. Dus toen hadden wij zoiets. Toen dachten wij, hé, wat is dit, joh? En die gozer zei, ja, ik heb met mijn vrouw erover gehad en we hebben een bepaald bedrag in ons hoofd wat we willen doneren. En uiteindelijk kwam dat uit op 17.000 euro wat hij gedoneerd heeft of zo. Dus dat was wel echt. Dat was ook ineens spontaan, want het was 24 uur. Ineens midden in de nacht kwam ze gewoon zo pats, overheen. En het is geen competitie, maar je zit al naar vorig jaar te kijken. Vorig jaar 40k, kunnen we het even naar en kunnen we eroverheen. En op deze manier wel hoogstpersoonlijk mogelijk gemaakt. Jullie hebben het natuurlijk verdiept in de voedselbank. Wil je dat ik nog wat meer vertel over de voedselbank? Of zeg je, wij zijn eigenlijk ook wel experts geworden door die 24 uur. Wat gebeurt er dan met dat geld wat wij hebben opgehaald? Dat is inderdaad leuk om te weten. Ja. De voedselbank is een organisatie, dus een vereniging, waar 172... zelfstandige stichtingen lid van zijn. Dus er zijn in landelijk 172 voedselbanken. Maar het is wel zo dat iedere lokale voedselbank een eigen bestuur heeft. En die jullie zijn ook bij Den Haag geweest. Ja, klopt. En wat je daar dus ziet, is dat zij dus de goede voedselbanken, goed, er is geen goed en slecht, maar bepaalde voedselbanken kunnen zich helemaal bedrijven met lokale ondernemers die hun helpen. Sommige voedselbanken die kunnen dat niet en die kloppen dan bij ons aan. En dan helpen wij ze met hun investeringen. Hoor. Maar moet je bedenken dat in het oosten van het land is veel minder voedsel dan in het westen van het land. Als jij bij jullie vandaan komen, daar zitten ook gewoon alle veilingen en zo. En maar je zag het zelfs bij Westlanden was ook gewoon de helft van al die schapwagen allemaal leeg. Hè? Zelfs daar gewoon. Ik snap niet wat daar aan de hand is geweest, maar daar is echt een groot probleem geweest dat zij dus gewoon echt te weinig voedsel hadden. Ook heel veel mensen die niet kunnen, hè, of niet mogen vanuit hun geloof. Er zitten heel veel redenen achter. Dus we zijn nu aan het kijken van, wat kunnen we doen als voedselbank om te zorgen dat die mensen nou wel gaan komen? Ook daarom vonden wij het heel mooi om een dag mee te lopen. Ook gewoon om echt te laten zien aan de mensen hoe mooi het eigenlijk is en wat daar gebeurt. Want jij vond het ook heel indrukwekkend eigenlijk om te zien dat, dat het überhaupt nodig was wel. En op die manier. Ja. En ja, wij vonden het heel erg tof vanuit ons om te kunnen laten zien. Het is helemaal niet eng. Die mensen werken keihard om jou te helpen als jij die hulp nodig hebt. Ja. Dus ik denk uiteindelijk met de video is dat echt wel gelukt. Heb je geholpen ook? Hè? Ja, we hebben een dag meegedraaid. De hele dag meegedraaid. Ja. Met Henk. Met Henk. Ja. Nee, maar Martin toch? Martin was ziek. Absoluut. En het mooie waar wij meegelopen hebben bij Haaglanden, we gaan zo meteen natuurlijk de check overhandigen, maar Haaglanden had op bepaalde vlakken wel tekort. Ik heb Rian van de week gesproken en die hebben mooi kunnen investeren in nieuw transport en middelen om alles daar weer vloeiend te laten lopen. Ik kon niet geloven dat hij de helft kreeg, hè? Dus we hadden gezegd van wij vinden het prima, laten we het gewoon eerlijk delen. Dat de helft gaat naar landelijk en de helft naar jullie toe. Want ik weet ook dat zij het dummend extra zwaar hebben. Ja, ja. En hij was helemaal blij. Hij zegt, we hebben het zo hard nodig. Want hij noemde al een aantal dingen op waar hij het daarvoor kon gebruiken. Ja, in ieder geval voor 2 vrachtwagens die vervangen moesten worden, had hij het over. Ja.
Ik krijg daar gewoon kippenvel van. Wij hebben dus gewoon gerealiseerd dat er weer ruimte is voor vrachtwagentjes of weet ik veel wat. En dat die mensen gewoon ook door kunnen. En ik vind dat gewoon heel erg vet. Ja. En dat hebben we met z'n allen hebben we dat gedaan. En dit, het resultaat weet je natuurlijk. Maar dit is gewoon... dit is gewoon heel erg mooi. Ja. En, nou, geweldig. Mag ik jullie dan even bedanken? Natuurlijk, zeker weten. Dat mag zeker. Absoluut. Oeh, geweldig. Ja, mooi hè? Ja. Ik vind het heel erg mooi. Nou, dat jullie aan ons hebben gedacht is al heel bijzonder. En dat het zo'n gigantisch bedrag is geworden, dat is helemaal super. Dank je wel. We zijn er ook wel voor. Namens de klanten van de Voedselbank wil ik jullie hartelijk danken. Jullie hebben gelukkig zelf gezien dat het goed terecht komt. Dat de Voedselbank is een hele transparante organisatie waar weinig tot niks aan de strijkstok blijft hangen. Het gaat echt gewoon naar, naar de klanten toe die het hard nodig hebben. En naar de organisatie natuurlijk. Hè. We moeten het allemaal fysiek voor elkaar krijgen. En daar is dit geld gewoon super. Heel belangrijk voor. Ook een telefoontje de dag daarna dat jij zei dat je gebeld werd. Dat ze helemaal door de tolle heen gingen. Ik was net met iemand, ook een collega van ons, was ik naar de bioscoop geweest. We hadden even lekker die maanden vrij naar de 24 uur stream. Vol enthousiasme. Ja, nee, te gek. Ja. Ik kon het gewoon niet geloven. Want weet je, heel eerlijk, ik krijg heel veel mensen aan de telefoon die iets willen gaan doen. En die, die een event willen organiseren. En soms denk je, nou, dat is helemaal gaaf. Ja. We hebben er expres zo'n apart Kom in Actie voor de Voedselbank voor opgericht. Want je kan het niet inschatten. De een die zegt, ik ga heel hard aan de slag en er komt 100 euro uit. En de ander gaat heel hard aan de slag en er komt 50.000 euro uit. Het is voor ons best lastig af en toe om in te schatten wie... En elke 100 euro is 100 euro, maar ik bedoel... Absoluut. Dat is... we zijn heel dankbaar met alles, maar het is soms wel moeilijk inschatten wie... is het ook. En is het zoiets, ook. Weet je... Ik weet niet, het is ook jullie verwachting overtroffen. Ja, ons ook zeker. Het was wel, we hadden wel als streefbedrag ingevuld ook 50.000, maar je weet dat natuurlijk nooit. Dat was meer omdat we zoiets hadden van, vorig jaar was het 40, laten we kijken of we het kunnen overtreffen. Geweldig. Goed werk. Nou, jij ook, dankjewel. Mike, jij was een contactpersoon en jou hartstikke bedankt.